allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is zondag vandaag en het is enorm mistig en ik ben enorm bezig met de video's die ik de afgelopen twee dagen gemaakt heb, of eigenlijk afgelopen zaterdag gemaakt heb. Heel veel werk. Ik ben nu nog steeds bezig met de spijkenissenvlucht. Dat gaat gewoon een hele hoop tijd in zitten met editen. Ik ben momenteel al bezig met de vierde versie. Zou je denken, vierde versie, wat bedoel jij? Wat bedoel je daarmee? Nou, ik moet hem dus zeg maar eventjes editen. En ik heb daar gewoon een paar keer extra voor nodig om een paar keer extra te renderen, zodat ik een betere versie kan maken en dingen aangepast hebben. Dan maak ik er gewoon weer een video van en die bewerk ik dan weer en dan weer en dan weer en dan weer. Windows Movie Maker gebruik ik nog steeds en er is er gewoon een probleem met Windows Movie Maker, dat als jij video's edit, dat je dan af en toe wel eens in de problemen komt en dat je dan, als je te veel geëdit hebt, dat als je dan op knippen drukt, dus dat je weer een stukje ertussenuit wil halen wat niet goed is, dat hij dan ineens een heel stuk video weghaalt. Vandaar dus dat ik het een paar keer even overnieuw moet doen om het gewenste resultaat te krijgen. Hij wordt in ieder geval wel heel erg leuk, wordt hij. En ik ben al heel erg ver. Ik ga nu even kijken. Ik ben nou bij de derde of de vierde ben ik nu. En dan ga ik even kijken of dat, hoe die nu is. En dan kan ik moet ik nog een introotje even maken. En dan gaan we wel kijken, jongens. Dan is die als goed is klaar. Ik hoop het. Laten we hopen dat ik er niet te veel werk meer aan heb. Want ik heb natuurlijk ook nog de Feyenoord vlog. Heb ik nog die jullie daarnet hebben kunnen zien. Dus wat dat betreft, ik heb nog een hele hoop werk aan de winkel. Dit weekend zijn jullie verwend. 4 vlogs in 2 dagen. Dat is nog nooit op mijn kanaal voorgekomen. Dat is de allereerste keer. Dus jullie worden verwend. En het mag ook wel in de vakantie. Is het gewoon leuk om extra vlogs te plaatsen. Door de week heb ik er niet echt veel tijd voor. Omdat je dan natuurlijk op je werk bent. En dan kan je niet veel filmen. Heb ik niet veel tijd om te filmen. Maar in ieder geval, het wordt in ieder geval hartstikke leuk. En dan heb ik nog de Feyenoord vlog die ik nog moet doen. En ik moet nog de vlog, even kijken. Ik moet nog de vlog van die jullie gisterochtend gezien hebben. Die moet ik ook nog even maken, maar dat is niet zoveel werk, hoop ik. Dus dan, ik heb in ieder geval een hoop editwerk liggen. En dat is, aan de ene kant vind ik dat niet zo erg. Omdat je, best wel, ik heb best wel tijd over. En dan heb ik tenminste wat te doen. Ik hoef in ieder geval niet stil te zitten. Zondag is toch al een vervelende dag, vind ik altijd. Ik vind zondag altijd een saaie dag. Is er niet veel, zijn er niet veel leuke dingen te doen en zo. En is nogal saai. En ik vind het dus aan de ene kant dus niet erg dat er nu zoveel editwerk ligt te wachten op me. Want dan heb ik tenminste lekker wat omhanden. Nou, ik ga hem weer even neerleggen. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, het is inmiddels 5:30. En wat heb ik vandaag gedaan? Of vanmiddag, ik heb eigenlijk heel veel leren slapen. Ik was ontzettend moe. Het was gisteren natuurlijk een ontzettende drukke dag met de spijkenissenvlucht. En met Feyenoord tegen Vitesse. Dus ik heb een lekker beetje uitgeslapen. Ik was nogal moe. Ik heb ook nog editwerk gedaan. En ik ben nou al bijna op zo'n punt dat ik alleen nog maar hoef te na te lopen, te controleren dat alles goed is. En dan kan die online voor aanstaande zaterdag. En dan is dat in ieder geval alvast gebeurd. Hoef ik maar alleen nog bezig te houden met de kleine vlog.
van gisteren. En de vlog van Feyenoord, die ik dan nog even moet bewerken. Nou, voor de rest is er ook nog al het een en ander gebeurd met een persoon die nog wel eens in de livestream zat bij mij. We zijn, zoals Kevin altijd zegt, we zijn gestopt contact. Geen contact meer met haar. Ik heb er voor alles heb ik er geblokkeerd. De reden hiertoe, dat weten de mensen die er van af moeten weten, weten dat. Maar dat ga ik niet verder vertellen. Ik ga ook niet vertellen wie het is. Jullie weten het misschien wel, maar ik noem geen namen. Dus we zijn gestopt contact en dat betekent dat we geen contact meer hebben. Ik heb ze van alles, heb ik haar geblokkeerd. En ik wil niks meer met haar te maken hebben. Ik ben er helemaal klaar mee. Ja, dat eventjes. Het is heel vervelend, maar sommige dingen kun je wel zeggen en sommige dingen kun je niet zeggen. En wat zij gezegd heeft, dat vertel ik niet, maar dat was iets wat niet door de beugel kan. Dus ik ben wat dat betreft ben ik ermee gestopt. Gelijk alle contacten verbroken, alles heb ik gewist. Overal heb ik ze geblokkeerd, dus geen contact meer helaas. Jammer. Ik wil met mensen omgaan met wie ik wel, waar ik wel van op aan kan en die geen gekke dingen zeggen. En ja, daar ben ik gewoon klaar mee. Met zulke mensen die zulke dingen zeggen, dat pik ik gewoon niet. Dus vandaag, dus dat is ook helaas is het zo, maar ja, het is niet anders. Het is niet anders, jongens. Ik kan er niks aan doen. Nou, ik ga dadelijk even een hapje eten. En vanavond ga ik een livestream opnemen van Grand Theft Auto 5. Het is alweer een week geleden of zo dat ik een livestream gedaan heb. Dus ik wil vanavond echt wel weer even gaan Grand Theft Auto'en. Want ja, dat mis ik gewoon. Ik heb er gewoon zin in om dat even te spelen. En ik wil gewoon, ja, één keer in de week, twee keer, drie keer in de week wil ik eigenlijk toch wel Grand Theft Auto spelen. Dat is alweer een hele tijd geleden. Terwijl Bokito eraan komt. Bokito die is weer bezig. Dus wat dat betreft, ja, is dat het eventjes. Nou, ik ga hem weer even neerleggen. Ik ga nog even op je eten. En dan, als ik dan ook weer terug ben van het eten, dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels 7:30 geweest. En ik ben net terug. De jongens hebben al eten gehad. En ik ga vanavond ga ik nog even een livestream doen van Grand Theft Auto 5. Daar heb ik wel zin in. Het is alweer een week geleden of zo dat ik voor het laatst gekend heb auto tap. Dus het is wel weer een keertje leuk om weer eens even vanavond even een livestreamje te doen. Ik weet niet wie er komen. Boeit me ook niet zo. Ik ga het gewoon zelf ga ik gewoon livestreamen en dan zie ik het vanzelf wel. Ik ga de computer aanslingeren. Ik heb nog een hoop editwerk. Maar de eerste grote vlog is in ieder geval af. Dat is de spijkenissenvlucht. Die is bijna klaar. Ik hoef nog maar een paar kleine dingetjes te doen. En dan kan die online gezet worden voor aanstaande zaterdag. Voor jullie afgelopen zaterdag. Jullie hebben hem natuurlijk al gezien. En jullie hebben ook gezien natuurlijk dat Kevin deze gewonnen heeft. Kevin die heeft de grote spijkenissenvlucht. De eerste editie ervan gewonnen. Was super leuk. Ik heb echt, ik vond het echt hartstikke gaaf. Ik ben echt zeker van plan om er nog meer te maken. Maar ik heb ook jullie mening nodig. En ik weet dat jullie niet echt van de berichten zijn.
Maar plaats even een bericht in de comments wat jullie van de spijkenissenvlucht vonden. Spijkenissenjacht, spijkenissenvlucht. Wat jullie ervan vonden van deze aflevering. Want Kevinsky en ik die hebben best wel, zijn best wel nieuwsgierig. Of dat jullie ook interesse hebben in nieuwe delen. Wat jullie ervan van vinden. En of dat we dit vaker moeten gaan doen. Want als we dit vaker moeten gaan doen, dan moeten we dat wel weten. Als jullie dat echt leuk vinden, dan gaan wij natuurlijk vaker zoiets opnemen. Nou, jullie zien in ieder geval aan de achterkant. Hé, mijn witte gordijntjes zijn weg. Dat klopt. Die heb ik eraf gedaan. Ik moet ze nog even wassen. En dan morgen dan hang ik ze weer op. Dus ik heb even alvast een beetje de overgordijnen alvast een beetje dicht gedaan. Anders wordt het helemaal zo inkijk in mijn huis. Dus wat dat betreft heb ik even de gordijnen alvast een beetje dicht gedaan. Ik ga dadelijk die andere ook even dicht gooien alvast. Want het wordt weer donkerder en ze hoeven niet naar binnen te kijken. Dus ik ga het zo eventjes nog doen. Ik ga hem zo even hangen. En dan spreek ik jullie dadelijk net voordat de livestream begint. Dan spreek ik jullie weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels alweer maandag. Het is 12:30, bijna 12:30. En ik ga de vlog afsluiten. Maar niet voordat ik nog even bijgepraat heb. Ik heb net een livestream gehad met Joost. Ramon die was erbij. Weer een vervelend incidentje tijdens de livestream. Maar dat hebben we snel weer verholpen gelukkig. En het was een leuke livestream. Ik wou nog zeggen. Ik wil maar twee dingen door elkaar heen zeggen. Nee, het was een leuke livestream. Lekker gelivestreamd. En het was goed te doen. Na een half uurtje of een uurtje of zo kwam Joost. Dus ik heb ook nog even missies gespeeld. En het was weer, was weer super gezellig. Dus dit is dus de laatste vlog van dit weekend. Goh, ja, het is een hoop werk. Ik heb al de grootste heb ik gelukkig al gehad. Nou ja, ik krijg nog een grote. Dat is de final vlog. Dat wordt ook een grote vlog. Maar een van de twee grote vloggen, die heb ik inmiddels klaar, gelukkig. En dat is dus Spijkenissenvlucht, die is bijna klaar. Die hoef ik alleen nog maar te renderen en dan is die af. Goed nieuws dus. Hoef ik alleen nog maar de twee kleine vloggen te doen. En nog de final vlog en dan is het gebeurd. Dan zit het weekend, staat ook weer gelukkig allemaal klaar. Moet ik natuurlijk alleen nog uploaden, maar dat staat alvast klaar. Het uploaden is niet zo'n groot probleem. Nou, ik was wel weer blij dat Ramon skieder was. Want Ramon is echt een trouwe kijker geworden van mijn YouTube kanaal. En ik vind het gewoon hartstikke leuk als Ramon mijn livestreams kijkt. En wie weet, misschien koopt hij ook nog eens een keer een PlayStation. En dan kunnen we samen ook gaan gamen. Dan kan hij tenminste meedoen. Lijkt me hartstikke leuk. Nou, morgen dan moet ik even kolen halen. En dan moet ik even, kijk ik wel weer wat voor leuke vlog ik maandag weer maak. Op de maandag. En dan gaan we het allemaal vanzelf wel weer zien. De jongens die moeten morgen weer aan de slag. En ik ben lekker vrij, heerlijk. Wat is dat toch een lekker gevoel. Dat anderen dan zeggen van, ja, ik moet werken. Nou, ik niet. Ik ben lekker vrij, heerlijk, zalig. Sorry hoor jongens, geen haat, maar ik vind het gewoon lekker om te horen. Hebben hun ook hoor, doen ze zelf ook. Dat als hun vrij zijn, dan krijg ik het ook altijd te horen als ik dan nog gewoon moet werken. Dus wat dat betreft, moeten ze er maar tegen kunnen. Nou, ik ga in ieder geval de vlog voor vandaag afsluiten. Ik heb nog een heleboel leuke plannen. Ik moet eigenlijk even alles opschrijven, want ik heb zoveel leuke ideeën dat ik nog geen eens meer weet dat ik ze allemaal kon onthouden. Dus
ben niet de bedoeling dat ik natuurlijk alles vergeet van de leuke dingen die ik ga doen. Dus ja, ik moet ze even opschrijven, want dat is wel leuk. Dus vandaar. Nou, morgen even kijken wat het morgen wordt. En ja, dan maken we er gewoon ook weer een bizarre leuke vlog van, hoop ik. En dan gaat het allemaal wel goed komen. Nou, Dribbel. Die is weer lekker bezig. Hey Drippie. Wat is er allemaal, Poes? Wat is er lekker, mannetje? Ja, wat is er allemaal? Oeh, Drippie. Oeh, kijk, hij heeft slaap. Drippie heeft slaap. Ik zie het al. Ga maar lekker slaapje doen. Ja, ik denk dat ik voorlopig nog even niet ga slapen. Ik heb nog... ik wil eigenlijk die kleine edit, of die kleine vlog editen van gisteren, die jullie gisteren gezien hebben, naast de Spijkenissenvlucht. Dus die wil ik nog eventjes gaan editen. En dan ga ik morgen pas aan de Feyenoord, of misschien een klein stukje gedeelte, maar ik denk dat ik nog eventjes een uurtje, half uurtje, uurtje, nog wel eventjes hier al aan de slag ben. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Ik ga hem in ieder geval aan deze kant ga ik hem afsluiten voor vandaag. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, jullie weten het. Als je nog niet geabonneerd bent, wat natuurlijk een doodzonde is. Want wie is er nou niet op It's Ultrax geabonneerd? Moet je zeker weten doen. Want er komen een heleboel leuke video's komen er nog aan. Deze vakantie, deze decembermaand, mijn vakantie. Dus abonneer op mijn kanaal, druk even op dat knopje abonneren en druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Doe even het blauwe duimpje de lucht in. Doe even het duimpje de lucht in. Ik zeg het weer verkeerd, hè? Ik zeg weer blauw duimpje. Doe het duimpje de lucht in. En ik zie en spreek jullie allemaal weer morgen bij een nieuwe vlog hier op dit kanaal. Iedereen de groetjes en ook de groetjes van Dribbel en van Bokito. Daar zijn ze. Daar zijn ze, die oude boeven. En ik spreek jullie morgen weer. Groetjes allemaal en skabedi, skabedoe. Skabedabadoo!